Goedemiddag. U bent voorzitter van een bewonersorganisatie en het thema is Schiphol. En met name de groei van Schiphol of de halvering van Schiphol. Ja, de krimp bijvoorbeeld. Waar zijn jullie mee bezig? Ik ben voorzitter, zoals u zei, van bewonersorganisaties rond Schiphol. Die vertegenwoordigen ongeveer 20.000 bewoners rond Schiphol, die last hebben van Schiphol. En wat wij doen is proberen de ontwikkeling van Schiphol beter te laten zijn dan nu. Door bijvoorbeeld te zorgen dat er hinderbeperkende maatregelen worden genomen voordat Schiphol mag groeien. En daarvoor zijn we in overleg met de minister. En vandaag was er deze bijeenkomst waarbij allerlei andere bewonersorganisaties rond andere luchthavens samenwerken om te zorgen dat de luchtvaart gaat bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ja, wat zijn de ernstigste bezwaren tegen de groei van Schiphol? Nou, er zijn eigenlijk vier soorten bezwaren. In de eerste plaats, Schiphol maakt lawaai. Hè? Dus de kwaliteit van het leven is slecht. Schiphol stoot gevaarlijke stoffen uit. Dus gezondheid is een probleem. Bovendien, Schiphol is onveilig als het verder gaat groeien. En tenslotte, het allerbelangrijkste is, de luchtvaart die draagt bij aan heel veel CO2-uitstoot. Dus op al die vier onderwerpen proberen wij voorwaarden te stellen voordat Schiphol verder kan ontwikkelen. Vinden jullie dat de gemeenteraad van Amsterdam genoeg luistert naar jullie problematiek? Ja, van de ene kant wel. De gemeenteraad heeft gezegd ook op dit moment, en de wethouder die verantwoordelijk is, dat Schiphol niet moet groeien. Maar van de andere kant wordt er natuurlijk enorme druk uitgeoefend op de groei van de luchtvaart. En heel veel mensen willen ook vliegen. Op zich mag dat ook. Maar wij denken dat Schiphol heel anders georganiseerd moet worden. En dat er niet zoveel van die overstapvluchten moeten zijn. Waardoor dus onnodig veel gevlogen wordt op Schiphol. Ja. In Amsterdam hebben wij ook te maken met massa toerisme. Ja. Die ook enorm veel overlast geeft aan de bevolking. Ja, dat is een van de problemen. De enorme groei van het toerisme. Nogmaals, iedereen mag op vakantie. Maar de vluchten zijn tegenwoordig zo goedkoop. Dat er dus hele groepen mensen komen naar Amsterdam, naar Barcelona, naar Venetië. En al die steden krijgen dus last van een enorme aantal mensen die ook heel veel lawaai maken. Dus daar moeten we kijken van wat nodig is. Maar goedkoop koffie drinken vanuit Londen in Amsterdam, dat vinden we geen goede zaak. Als mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze naar jullie? Hebben jullie een website of hebben jullie een pagina? Ja, we hebben een website. Het heet de Omgevingsraad Schiphol, ORS Bewoners. En we hebben ook een Twitter-account waar we regelmatig dagelijks commentaar geven op de ontwikkelingen van de luchtvaart. En dat is allemaal op dit moment heel actueel. Dus kijk vooral op de sociale media en discussieer mee over wat je vindt van Schiphol. Hartelijk dank. Graag gedaan.